superleuk dat jullie allemaal kijken. Jullie hebben allemaal vragen ingestuurd. Daar zijn we heel blij mee. En we gaan gelijk door naar de eerste vraag. En die is van Wendy. Wanneer gaan jullie weer Ik Mis Je spelen? Goeie vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Goed liedje ook. Ja, ik denk op het eerstvolgende festival waar we spelen. Want daar spelen we een paar. Veel. Ja. Vaak. Sorry. Nee. Oké, dan hebben we een volgende vraag. Die is van Jack. Jack die vraagt, wanneer spelen jullie weer in de buurt van Rotterdam of Nijmegen? Want het is behoorlijk afkicken naar de Vierdaagse feesten. Dat heb je inderdaad gezien, Jack, bij de Vierdaagse? Ja. Sowieso zijn we met de Vierdaagse weer in Nijmegen, maar voor die tijd komen we vast wel in de buurt van Nijmegen of Rotterdam. Maar check de site, dat is altijd het beste. Check de site, de agenda, Facebook, Instagram. Jack. Check de nieuwe Bassista van Jort. Ja, dat is nog veel belangrijker. Jerry vraagt, wanneer komen jullie op mijn verjaardagsfeestje spelen? Nou Jerry, ik denk dat je het veel beter andersom kunt doen. Kom gewoon naar een vette show van ons, in de buurt van jouw datum wanneer je jarig bent. En kom jouw feestje gewoon vieren bij onze show. Veel makkelijker. En ook goedkoper trouwens. Ja. Jerry. Jerry. Het is wel een beetje Jack, Jerry en Janie. Dus de drie J's. De drie J's. De drie J's. Janie die vraagt, komen er nog theateroptredens aan? Want die mis ik persoonlijk wel. Nou, dat snap ik wel. Het andere is eigenlijk, nee, er staan geen theaters in onze agenda gepland. Maar er staan wel een aantal clubshows in onze planning. En die data die volgen nog. Dus hou de agenda in de gaten. Oké, Janie, bedankt voor je vraag. Mickey die vraagt, wanneer komen er nieuwe liedjes van jullie? En kan ik me ook wel aanmelden voor een nieuwe videoclip? Want daar wil ik heel graag in meespelen. Ja, maar er komt in februari gewoon nieuwe muziek. En wat we met de videoclip gaan doen, dat is nog maar de vraag. Ja. Maar we houden het in ons achterhoofd. Dus Mickey, als wij iemand nodig hebben die in onze videoclip wil figureren, dan ben jij de eerste die wij een mailtje sturen. Sigrid vraagt ook wanneer er nieuwe muziek aan komt. Nou ja, Sander heeft net het antwoord al gegeven. Februari! Februari, nieuwe muziek. Dus helemaal top. Yeah. En Wessel. Wessel heeft een hele belangrijke vraag van ons. En ook een moeilijke vraag. Want eigenlijk kunnen we daar niet echt goed antwoord op geven, dat weet ik nu al. Want wat is jullie vetste optreden? Nou, Wiebe, wat is je vetste optreden? Ja, dat zijn er heel veel, maar ik vond, persoonlijk vond ik Neusel, onze albumpresentatie, die vond ik echt heel gaaf. Heel bijzonder optreden ook. Ja. Ja, ze zijn er nog heel veel. Jos? Oerak. Is cool. Oldehoven, Leeuwarden. Waarom Oldehoven, Leeuwarden dan? Nou, omdat het mijn hometown is. Oh, ja. En het was de huldiging van Maarten van Weijden. Oh ja. Dus dat vond ik wel heel fijn. Jij nog? Ja, dan wel de laatste show op de berg van Valtera. Ja. Ja, steeds de laatste show van de twee is dan toch altijd weer een stapje verder dan die ervoor. Nou, voor mij is toch Bergenpop ook wel heel gaaf. Ja. Het was echt wel een bijzondere show dit jaar. Ik deed de grootste show met blazers erbij. Super gaaf. Al die ballonnen die naar beneden vliegen. Ja. Heel tof. Dus we staan er trouwens komend jaar weer. Dus kun je dat misschien nog een keer meemaken. Oh. Dan hebben we een vraag van Joris. Joris heeft een vraag aan Wiebe. Wiebe vraagt hij, welke piano's en synthesizers gebruik je live en waarom juist deze? Ja, ik gebruik als hoofd, de synthesizer gebruik ik eigenlijk de Not Stage 3. Omdat ik vind het belangrijk om gewoon goede, sterke, natuurgetrouwe geluiden te hebben. En deze is makkelijk ook te bewerken, gewoon live. Er zitten gewoon veel knoppen op en ik hou niet van veel verborgen menus. Daarnaast heb ik een Korg PX3, dat is eigenlijk een beetje een Hammond klank. Die heb ik aangesloten op een Leslie 67. Die heb ik op maat laten vermaken, zeg maar, dat er in ieder geval een goede amp in zit. En daarboven heb ik een King Korg voor een beetje de synthesizer en een beetje de ethisch geluid eigenlijk. Gewoon omdat die lekker snijdt. En die gebruik ik voor de vocoder. En dat is eigenlijk de hoofdmotor waarom ik die heb aangeschaft, omdat ik een goede vocoder zocht. En die gebruik ik live ook regelmatig. Oké, wie ben je ook de kosten? Wie ben je? Ik hoor dat zo even zonder Urza. Het is heel mooi. Ja. Bedankt, Wiebe. En Ken vraagt aan Sander, hoe kom jij aan zo'n fantastische boskrul? Ja, dat wil ik ook wel. Dat wil ik ook wel. Ja, hoe zit dat? Mijn vader die beweert dus dat hij vroeger ook een soort van slag in zijn haar had. En ik weet niet of dat nou weer een dakgootje was of echt krullen. Maar daar houdt hij zich heel erg aan vast. Ik was alleen mijn haar maar één keer of twee keer per week. En voor de rest doe ik er eigenlijk niks aan. Dus ja, dat is het denk ik eigenlijk wel zo'n beetje. Ken, dat mooi. Ken is gewoon jaloers. Ja, dat denk ik. Ken die vraagt me ook waarom ik altijd op sok op het podium sta. Nee, ik vind het gewoon fijn om op mijn sok op het podium te staan. Ik weet niet waarom, maar ja. Ik soms vind het een goed antwoord. Je moet alleen wel je schoenen opruimen dan, want anders struikel ik erover. Ja, inderdaad. Dat wel eens, ja. Of ik. Of
Maar ik weet niet waarom ik, waarom ik tijdens de show zomaar in één keer mijn schoenen uit doe. Omdat het fijn is. Ja. We zijn alweer aangekomen bij de laatste vraag en die is van Bart. Jullie doen elk jaar vet veel shows. Hoe laden jullie elke keer weer 100% op om zo te knallen? Nou, we hoeven ons helemaal niet op te laden. Bart, we hoeven ons helemaal niet op te laden. Dat is een heel makkelijk antwoord, Bart. We hoeven ons helemaal niet op te laden, want we hebben gewoon het leukste werk wat je maar kunt bedenken. Dus we vinden het gewoon superleuk om te doen en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dus je moet gewoon iets doen wat je leuk vindt, Bart. Dat is klaar. Doe dat nou eens. En of dat nou een postzegel likken is of lastig maken. Als je dat leuk vindt, dan gaat het vanzelf. Dus, nou ja. Okay. Dit waren de vragen en dit waren ook tevens de antwoorden. Bedankt voor het kijken en als je een vraag hebt aan ons, stuur hem gewoon in via een privébericht, Instagram of Facebook. Krijgen wij die vragen binnen en dan gaan we ze op dezelfde manier als we het nu doen, gaan we antwoord geven. Mazzel. Mooi. Mooi, hè? Mooi, hè? Lieve mensen.